Dan haal ik nu op het podium commissaris van de koningin in Overijssel. Van de koning, van de koning. Van de koning, zei ik. Van koningin, de koning. Sorry, van, ja. Commissaris van de koning, Ank Bijleveld. Dankjewel. Van de koning, het wordt veel fout gedaan overigens, Erik. En dan moet je altijd 1 euro in mijn potje doen. Dus ik verwacht hem zo. Ik kom straks meteen naar u toe. Ik hoop dat je geld bij je hebt. Geachte burgemeester, dames en heren, geachte bestuur, geachte raad van toezicht. Ik vind het ontzettend fijn om hier te zijn. En ik heb vandaag een rode jurk aangetrokken om te laten zien dat we achter Twente staan. Tenslotte. U ziet er prachtig uit, mevrouw Bijleveld. Dames en heren, het lijkt zo vanzelfsprekend, wilde ik maar zeggen. Een goed functionerend ziekenhuis in de buurt en nu ook nog in zo'n prachtig gebouw. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. En ik wilde u ook eigenlijk even mee terugnemen in een stukje geschiedenis. Niet de geschiedenis die de burgemeester net aanhaalde, maar de geschiedenis van dit ziekenhuis nadrukkelijk. Ik neem u mee naar de tweede helft van de 19e eeuw. Twente was toen nog het middelpunt van de textielindustrie met duizenden arbeiders. Maar die arbeiders werden natuurlijk, net zoals u en ik, ook wel eens ziek. En het was pastoor Deken Meurkers die met een paar zusters een heel klein ziekenhuisje oprichtte. Dat is waar het eigenlijk allemaal begon. En kijk nu eens waar we nu staan, of waar u nu zit, als u zit. Een hypermodern ziekenhuis dat zich kan meten met de beste in het land. En de burgemeester sprak daar net ook al over. We hebben dat binnen ook gezien. Een ziekenhuis wat ook de verbinding is naar het Duitse gebied. In ruim 125 jaar is er eigenlijk niets veranderd. Het MST is een onmisbare verbinding in de wijde regio. En dat mag hier vandaag wel eens gezegd worden. Hier in Enschede en omgeving zitten we relatief ver weg altijd, zeg ik maar, van de academische ziekenhuizen. Het dichtstbijzijnde UMC zit al gauw op 1,5 uur rijden hier vandaan. Er is dus in onze regio een grote noodzaak om hoogspecialistische zorg dicht bij huis te hebben. En met het MST hebben we dat. Weliswaar geen academisch ziekenhuis, maar door de samenwerking met de Universiteit Twente, en ik ben ook blij dat daar veel mensen van aanwezig zijn, wel een zeer hoogstaand ziekenhuis. En dat geldt ook door de samenwerking met Saxion, als je er zo naar kijkt. Een ziekenhuis dat niet alleen de regio bedient, maar ook ver daarbuiten een hele belangrijke functie vervult. We hebben hier per slot van rekening een uitstekend hart- en longcentrum, een vermaard thoraxcentrum. En op het gebied van oncologie werkt u samen met het Prinses Maxima Centrum, zodat kinderen dicht bij huis behandeld kunnen worden. MST behoort tot een van de grootste vaatcentra van Nederland. En in het nieuwe MST biedt de meest geavanceerde vaatchirurgische behandelingen aan, waarmee patiënten uit het hele land kunnen worden geholpen. Het MST maakt inmiddels ook deel uit van een groot landelijk zorgnetwerk waarbij u partner bent van de UMC's en de Santéon ziekenhuizen. U doet ertoe, ook buiten Twente. En u verliest daarbij, dat wil ik wel nadrukkelijk ook zeggen in de richting van het bestuur, de regionale belangen niet uit het oog. Als het nodig is, onderhoudt u voor uw patiënten de contacten met de ziekenhuizen en de zorginstellingen in de regio. En dat past eigenlijk ook wel weer mooi bij de ontstaansgeschiedenis. Een samengaan van ziekenhuizen hier in Enschede, Losser, Oldenzaal en Haaksbergen. Inmiddels zijn dat polyklinische voorzieningen geworden, waardoor nazorg en controles ook weer dicht bij huis kunnen gebeuren. En daarom is het ook zo mooi dat de hele regio bij deze opening is betrokken. U bent eigenlijk een verbindende factor voor deze streek, voor onze streek. En dat blijkt ook uit de banden die u heeft met de ziekenhuizen in de omgeving. ZGT Almelo-Hengelo, SKB in Winterswijk en het Rupkes-Weerziekenhuis in Hardenberg. 24 uur per dag, 7 dagen in de week staat u voor uw patiënten klaar. Voor specialistische zorg, voor complexe zorg en voor zorg in acute, levensbedreigende situaties. Het MST is één van de 11 traumacentra in Nederland waarbij u ook meedraait in het Duitse netwerk. En in die zin is het heel mooi dat dat ook vandaag zo naar voren komt. Dames en heren, we hebben hier in Twente, kortom, de beschikking over hoogspecialistische en acute zorg. En dat ook nog eens in een schitterend pand.
waarbij ik me heb laten vertellen, en dat hebben we net ook nog eens gezien binnen, en ik hoop er trouwens wel niet gebruik van te hoeven maken, dat er roomservice is en dat er ook met iPads wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld in moderne hotels tegenwoordig ook gebeurt. U heeft echt oprecht iets, vind ik, of wij, moet ik haast zeggen, hebben oprecht iets om trots op te zijn in deze regio. Dus ik feliciteer u allen van harte met het gebouw, ons allemaal van harte met het gebouw. En ik ga er echt oprecht van uit dat de zorg veel beter wordt, doordat de werkomgeving is verbeterd. En meneer Lerink, bij een opening hoort natuurlijk ook een cadeautje. En het weekend van kunst in het Volkspark. Ik heb wel gezien, ik had het er al even met Dave Blank over, dat de weersvoorspellingen niet zo best zijn voor morgen, voor kunst in het Volkspark. En als provincie Overijssel staan wij ook erg voor talentontwikkeling in de regio. Juist ook op beeldende kunstgebied. En ik wil daarom ook de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen en Ramazan Barlas naar voren vragen. Maar ook de heer Lerink, want anders hebben we niemand om het aan te geven. Want wij hebben ervoor gekozen samen. Ik vind namelijk bij een opening hoort een cadeautje. En het hoeft niet altijd groots of meeslepend te zijn. Maar er werd net al in een van de filmpjes gezegd. Ik dacht door Herre Kingma, er hangt heel weinig aan de wanden. Dus het mag dit dan een voorbeeld zijn voor iets wat aan de wanden komt te hangen, meneer Lerink. En het is gemaakt door Ramazan Barlas. Dit is een kleine kopie, hè, want ze hangen er in de werkelijkheid al. En ik word u aangeboden door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. En Ramazan studeert nog op de AKI hier in Enschede. Ben bijna klaar volgens mij. En ik hoop van harte dat u het een prachtig symbolisch werk vindt wat in uw hoofdverkeersgang kan hangen. Gefeliciteerd allemaal met dit prachtige ziekenhuis.